Anderlecht Gornik Sabberze 2-0 dus. We hebben meeval. Wenen heeft zo pas beelden doorgestraald van Rapid Wenen Club Brugge. Ze duren ongeveer 2,5 minuut. Dirk Abraham zorgt voor de nodige toelichting. Er zijn 35 minuten gespeeld. De bal is bij Leo van der Elst. Het gaat naar Jan Keulemans. Die heeft een zee van ruimte. Voorzet naar de compleet vrijstaande Ronnie Rosenthal en 1-0. De wedstrijd was trouwens goed begonnen voor club. Al in de tweede minuut had Jan Keulemans een keer tegen de staak geschoten. 3 minuten voor rust dan. Er komt een hoekschop voor Rapid Wenen. Niemand kan onmiddellijk bij de bal. Die belandt Leo Leinen. Dat is een verdediger van Rapid.